We hebben een gamemiddag georganiseerd voor kinderen uit Almelo en omstreken om voor een euro te kunnen gamen. En dat is vooral nu de Fortnite gamemiddag, waarbij de jongeren eigenlijk elkaar elimineren door een shooter, zeg maar. Ja. Niet letterlijk. Niet letterlijk, nee. Het is een oude gymzaal geweest. Dit is eigenlijk waar je hier nu staat, waar we hier nu staan, dat is eigenlijk echt de zaal zelf. En onze oude directeur die had met een collega van mij had gegamed samen op een Wii. En toen hadden ze het briljante idee bedacht om hier een gamezaal van te maken, want het was eigenlijk afgekeurd als sportzaal, als sporthal. Wat is er leuk aan Fortnite? Ja, het is gewoon een leuke game. En wanneer je niks te doen hebt, kun je het gewoon normaal spelen. Dus okay. Gewoon pret. Ja, ben je er goed in? Nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet? Oh, ja, want ik hoorde je net al van ik ben dood. Ja. En kom je hier ook vaak? In dit centrum? Nee? Nee, misschien denk ik de tweede keer dat ik hier ben. Maar als er nog meer evenementen organiseren, dan denk ik wel dat ik vaak hier ben. Oké. Nee. Nou, succes. Dankjewel. We hebben een activiteitenaanbod en dat is van maandag tot vrijdag. Meestal is de dinsdag tot vrijdagavond zitten er altijd groepen in waarvoor iedereen zich kan aanmelden en dan een x-bedrag in de maand betaalt. Ja.